Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Mijn speciale gast vanavond is Pascal van der Velde. Geweldige trompetist die al eerder te gast was in bijvoorbeeld Loosduinen. Maar vanavond in de Lutherse Kerk. En ons thema is gouden klanken op trompet en orgel. En er komt van alles voorbij. We beginnen en we eindigen met Händel. En er zitten arrangementen van geestelijke liederen tussen, klassieke stukken, populaire stukken, voor elk wat wils. Bedankt voor het afstemmen, bedankt voor de donaties om ons programma in stand te houden. En daardoor kan iedereen er gratis naar kijken en de mensen die ons af en toe willen steunen, daarvoor heel veel dank. Pascal en ik gaan samen beginnen met een van de bekendste stukken van Händel, zijn beroemde Largo. Geniet van gouden klanken op trompet en orgel. Goedenavond en we blijven een beetje in de verstilde melodieën. We gaan een koraal spelen op Hoe groot zijt gij. Dat gaat beginnen met het koraal zoals we het kennen. Met een inleidingje en dan gaan we in een altstemming verder. Ga ik op mijn bugel spelen en dan eindigen we met een swingende variant. Dus ik ben benieuwd wat u daar van gaat vinden. Hoe groot zijt gij? Thank you.
Wat een feest om samen met Pascal dit geweldige arrangement te spelen van Hoe groot zijt gij. En vooral die laatste variatie. We gaan naar een verstild lied. Wees stil voor het aangezicht van God. Nou, het is geweldig om hier te begeleiden op dit prachtige orgel in de Lutherse kerk van Den Haag. Je kan het orgel eigenlijk met de trompet laten meezingen. Wees stil voor het aangezicht van God. En dan is het volgende werk niet voor trompet, maar het is voor twee trompetten. Het is geschreven door Sander van Marion. Het heet Te Deum en het is eigenlijk zoveel als Grote God wij loven u. Hij heeft dit geschreven voor twee trompetisten. Ik heb dat wel eens eerder met hem mogen spelen ook. Nu ben ik alleen. En nu heb ik met Martin afgesproken dat hij een stukje trompetwerk voor zijn rekening gaat nemen. Ik denk op het orgel, maar misschien heeft hij een trompet mee. En de rest van de kleine, zachte trompetstukjes die eigenlijk achter in de kerk gebeuren, en dat noemen ze de echo's, of de bühnesolo's, die zal ik met een demper spelen. Dus dan kunnen we toch uitvoeren voor twee trompetten. Grote God, wij loven u. Thank you.
Ja, na deze prachtige muziek van Sander van Marion, zijn prachtige Te Deum, gaan we naar de Trumpet Voluntary van Stanley. Dan gaan we na deze Voluntary verder met De Roos, bekend van Bette Midler. Het is ook bekend omdat de tekst Wat de toekomst brengen mogen er later op is gemonteerd. U zal het zeker herkennen. Het is ook het lievelingslied van mijn moeder, weet ik, De Roos van Bette Midler. Thank you.
Ja, en dan na deze gevoelige vertolking van de Roos gaan we verder met volksliedjes, vaderlandse liedjes. En ik weet nog dat ik ze vroeger op de basisschool in Dirksland allemaal uit mijn hoofd moest leren van meester Boot. En daar heb ik heden ten dagen, als ik uitvoeringen rond Koningsdag met mijn mannenkoren heb, nog steeds profijt van. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En zeker om ze nu samen met Pascal te spelen. De Oranje Medley in een arrangement van Pascal van der Velde. Gaan we verder met Over the Rainbow, een hele bekende song van Harold Arlen. En die hoor ik iedere avond, soms meerdere keren, omdat het in het speeldoosje zit van mijn dochter, die nu een half jaar is. Dus iedere keer als zij in slaap zou moeten komen, dan komt dit speeldoosje langs. Dus dat is voor ons thuis een bekend lied en heel mooi om ook met een jazzy trompet overheen te soleren. Dus dat ga ik nu doen, Over the Rainbow. Thank you.
Ja, mooi hè. Diverse stijlen komen er voorbij vanavond in het grappige. Het leuke is ook aan het samenspel met Pascal. Het is iedere keer mooi op een andere manier. Dus je kan repeteren wat je wil. En als dan de uiteindelijke uitvoering daar is, is het anders en soms weer mooier. Maar in ieder geval blijf je daardoor als begeleider heel erg scherp. En we gaan verder met weer een populaire klassieker. Can you feel the love tonight? En dat kennen we natuurlijk allemaal van Elton John. Ja, en dan zou je willen dat er overal in Nederland Messias uitgevoerd worden van Händel. Maar dat is helaas dit jaar weer niet het geval. Anders had ik er graag weer een paar gespeeld zoals vele jaren. Daar zit het mooie Halleluja-koor in. Dat zal u ongetwijfeld kennen. Dat gaan we dan nu maar instrumentaal spelen. Ik zeg maar instrumentaal, dat is ook mooi. Dus, maar je zou het natuurlijk met volledig orkest en koor willen. Maar helaas is dat dit jaar niet zo. Dus spelen we het voor u instrumentaal, het Halleluja-koor van Händel uit de Messias.
prachtige Halleluja-koor uit de Messiah van Händel zijn we aan het eind gekomen van dit concert voor trompet en orgel vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Ik wil Pascal van der Velde zeer bedanken voor zijn fantastische, inspirerende, virtuose trompetspel. Afgewisseld met hele mooie, gevoelvolle momenten. Ik heb er ontzettend van genoten en ik hoop jullie thuis ook. Fijn dat jullie er waren. Dank voor de donaties om het werk in stand te houden. En heel graag tot de volgende keer. Ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.